De Driver. De een zijn favoriete club en voor anderen nachtmerrie. Is het nou jouw minst favoriete club? Dan heb ik misschien wat tips voor jou om wat beter te slaan en misschien wel wat verder. Voor sommige mensen is de Driver dus een moeilijke club. En dat kan ik wel begrijpen, want het is onze langste club in de tas. En hoe langer een club is, hoe meer er misschien mis kan gaan. En hij beweegt een hele lange weg heen en weer. Maar bij de Driver hebben we wel een groter clubblad dan bij de IJzers. Dus daarom zou het misschien weer makkelijker kunnen zijn. Laten we beginnen bij de basis. Wat is nou een mooie en goede setup voor de Driver? Ik heb dus net gezegd, we maken gewoon een volle swing. Dus het is handig als je stevig staat en mooie hoeken hebt. Dus in mijn mening is een goede setup is makkelijk te vinden door ga met de Driver schouderbreed te staan. Misschien net iets meer. Mooi stevig. Dus schouderbreedte. Leg de club hier. En duw deze naar achter. Alsof je billen naar achter komen. Dan komen je schouders naar voren. En blijft alles mooi centraal over de middenvoet. Dus nog gewoon rechtop staan. Club in de heupen. Duw deze naar achter. Zodat de billen naar achter gaan. En de schouders naar voren. De handen hangen mooi onder de schouders op de grip. Zo sta je mooi in balans. En kan je een mooie, stevig en snelle swing maken. Wat ik soms bij de amateurs of bij de mensen die moeite hebben met de Driver een missie gaan, is dat ze een andere swing proberen te maken dan bij bijvoorbeeld de IJzer 7. We maken met de Driver eigenlijk gewoon precies dezelfde swing, maar omdat de club wat langer is en het een ander soort club is en we de minste loft hebben, zal de bal verder gaan. Dus laat de club gewoon zijn werk doen en maak dezelfde swing als bij elke andere club. Wat eigenlijk bij elke swing belangrijk is, of het nou een IJzer of een Driver is, is dat de snelheid op het juiste moment is, op het juiste moment in de swing. Dit kan je oefenen met een toerstick of met een omgekeerde club. Ik ga het even voordoen met een toerstick. Veel mensen proberen snelheid te halen om hier snel te gaan swingen. In de transitie van backswing naar downswing gaan ze heel snel trekken aan de club. Dan komt de snelheid hier te liggen. We willen juist dat de snelheid van hier naar daar ligt. Door de impactzone, daar willen we de snelheid. Daar slaan we de bal, dus daar willen we de snelheid liggen. Je kan het mooi oefenen met een toerstick, omdat je een beetje een swing hoort. Dus probeer de swing hier te krijgen. Probeer dit ook te doen, niet vanuit heel hard je armen te zwaaien, maar je hele lichaam. Dus probeer de snelheid vanuit je romp en je benen te halen. We horen heel veel over het moderne golf van heel ver slaan. Vooral bij de mannen gaat het tegenwoordig echt heel ver en ook bij de dames gaat het steeds verder. Is dat nou heel erg belangrijk? In mijn tijd op tour, dat is nu al een tijdje geleden, maar ik denk dat het nog wel steeds hetzelfde is. Is het niet zo belangrijk als bij de mannen. En dat komt vooral omdat de type banen en de rough, ook voor de dames die heel ver kunnen slaan, nog steeds heel veel impact hebben. Veel mannen die heel ver kunnen slaan, hebben weinig last van rough. Omdat ze zo sterk zijn, kunnen ze makkelijk uit die rough die de greenkeeper dan bedacht heeft komen. En willen ze dus liever heel dichtbij komen, ook al zijn ze in de rough. Bij de dames hebben toch nog meer last van die rough, ook al slaan ze ver. Dus daarom blijft het recht slaan toch belangrijk. En we weten dat efficiëntie natuurlijk is ver, maar ook recht. En daar proberen de dames dan echt nog wel een combinatie in te vinden. Ik denk wel dat wil je op het hoogste niveau bij de dames goed mee kunnen doen, wekelijks mee kunnen doen, moet je zeker wel een carry van 230 meter hebben. Anders dan loop je er toch wel een beetje te ver achteraan en sla je te veel lange clubs naar binnen om genoeg birdie kansen te hebben. Want de scores zijn toch wel erg laag elke week. Wat misschien een vrouwendingetje is bij de Driver en wat soms misgaat, is dat er weinig of geen gewichtverplaatsing is. Bij golf willen we door de bal heen bewegen en mooi hier eindigen. We hoeven de bal niet omhoog te helpen, dus we hoeven niet terug te bewegen. We willen altijd naar links en door de bal heen bewegen. Probeer dat nog eens een keer bij de Driver om mooi door de bal heen te gaan. Een goede oefening daarvoor is de doorstapdrill. Gewoon een mooie setup.
En een gewone backswing, maar we stappen door de bal heen. Hierbij moet je je gewicht verplaatsen door de bal heen en kan je dus niet terugvallen. De driver was ooit mijn favoriet, maar aan het einde niet echt meer. Waar ik veel moeite mee had, was dat ik soms iets te veel van buiten kon. Dus overdreven aan deze kant. Mijn bovenlichaam bewoog een beetje te veel die kant op. Maar een drill wat mij daarbij heeft geholpen om wat neutraler in de bal te komen en daardoor wat meer snelheid te krijgen en beter balcontact, was de pump drill. We swingen gewoon naar achteren in de backswing en stoppen hier. We willen daarmee dat de shaft evenwijdig is aan de toerstick op de grond. En dan weten we dat we goed in het slot zitten. Dit zou te veel van binnen zijn. Zit de club binnen de toerstick of te buiten? Hier zitten we mooi evenwijdig aan de toerstick. Kan de toerstick mooi, als je staat opgelijnd, in het verlengde van je voeten leggen. En je doet deze drill en de beweging met je gehele lichaam. Dus het is niet alleen armen naar beneden. Nee, je heupen bewegen ook al in de swing. Je kan deze pump drill doen gewoon als oefening zonder een bal te slaan. Maar je kan hem ook zeker met bal doen. Dan kan je bijvoorbeeld 2 pumps doen en dan de bal slaan. Nou, wees vooral niet bang met de driver. Zorg voor een mooie stevige setup en de snelheid op het juiste moment. Ik wens je veel driveplezier.